Patty Bart brak begin september live op televisie aan de desk van Show News met de stichting van Jolante Cabau en ogenschijnlijk ook met de actrice zelf. Ze was helemaal over de zeik dat ze een uitnodiging kreeg voor een feestje van die stichting, maar dat ze vanwege haar werk in de roddelmedia wel een geheimhoudingsverklaring moest tekenen. Bij de beesten af vond Patty het, vooral omdat er ook een dwangsom van 5.000 euro in zat. En ze wil ook niet gebruikt worden vanwege haar bekendheid. Ik hoop dat Jolante dit ook hoort en dat zal wel, maar a. mij nooit meer bellen, want ik ben geen kerstbal. en b. zou ik even opletten hoe je dit voortaan communiceert, want dit is niet goed. Ze had natuurlijk ook gewoon even met Jolante kunnen bellen voordat ze leegliep op televisie, maar daar koos Patty niet voor. Een paar dagen later gaf Patty nog even een trap na aan Jolante door op te merken dat ze op een feestje van Nicolette van Dam was en dat ze daar wel heen mocht, zonder iets te tekenen. Het lijkt erop dat Jolante dit een behoorlijke naaiactie vindt van Patty. Zoiets bespreek je immers eerst onderling even met elkaar en niet op de nationale televisie. De actrice heeft de afgelopen twee maanden niets van zich laten horen. Patty in de nieuwste weekend, nee, maar dat hoeft ook niet hoor. Het komt waarschijnlijk niet van haar vandaan, maar ik vind het een heel rare manier van doen. Het lijkt erop dat Patty geen spijt heeft van haar felle kritiek. Ik ben gewoon niet gegaan, ik weiger dat. Als jij ergens wordt uitgenodigd, wordt toch ook niet tegen je gezegd wat je wel en niet mag zeggen tegen anderen? Dan denk je ook: Wat mag ik dan niet vertellen wat daar gebeurt? Al met al bewijst dit akkefietje maar weer dat er kennelijk inderdaad een geheimhoudingsverklaring voor nodig is om Patty een beetje discreet te krijgen.